Groot FM 90.5. No, 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 November, Sammy. Go, 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 go business. Wat was eerste, die hertsogkoekie of Jan Smuts koekie? Een ou bekende in die Suid-Afrikaanse soetkombuis is hertsog en Jan Smuts koekies. En ja, my ma het my tereggewys, mens praat nie net van Smuts koekies nie, maar inderdaad van Jan Smuts koekies, of dan nou gewoon Smutsies. Nou, is koekies met een broskorsdeeg basis en een appelkoeskonfijt vulsel. By hertsoggies is die dop gemaakt van klappermering en by smutsies is het gemaakt van deeg. Nou, om die vraag te beantwoord, moet ons in die Suid-Afrikaanse politieke geschiedenis induik om te verstaan wat er koekie die eier en wat er een die hoender is. Nou, sonder om in te veel detail in te gaan, in die 1920s was generaal J.B.M. Hertsog sy nationale partij en generaal Jan Smuts sy Suid-Afrikaanse partij twee van die sterkste partijen gewees. En gevolglik was die natte en die sappe gesworen vijanden. In 1921 het Hertsog vir vrouwe in die bruin gemeenskap stemreg beloof as hy eerste minister sou word. Om hulle ondersteuning aan hom en hulle blydskap, denk ek, aan hom te betoon, het hulle toe hierdie koekies uitgedink en dit na hom genoem. Die sappe kon echter nie toelaat dat slechts generaal Hertsog met koekies vereer word nie en hulle het toe variasie daarop bedink, wat ons vandag nog ken as Jan Smuts koekies. Maar daar is een kinkel in die story. Na Hertsog premier geword het, het hy wel gesorg dat wit vrouwe in 1930 stemreg kry, maar sy belofte aan bruin vrouwe het nooit waar geword. Hoofsaaklik vanweë drukgroepe in die regse vleuel van sy nationale partij. Maar leier vrouwe het so stil, stil vir Hertsog teruggekry, deur hertsoggies in proteskoekies te omskep. Die ene helfte van die holte is met konfyt gevul en die andere helfte met die klapper meringue. Die een kant is met bleek pink versiersuiker bedek en die ander kant met bruin versiersuiker. En die koekies se naam? Twee gevreekies. Nou, sonder om nou politiek te praat, moet ek sê, van al die koekies smaak twee gevreekies wel vir my die lekkerste. Groot FM 90.5. No, 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 November, Sammy. Go, 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 go business.